Je eerste Inkscape render, deel 3. Hoi, je Peter van SketchUp 3D, master in SketchUp en inkscaperender.be. Eerste video hebben we model gedownload, scènes klaargezet en onze eerste render gedaan. In de tweede video hebben we de materialen aangepast. En in onze render zagen we dat eigenlijk onze baksteen misschien net iets te overdreven was qua bump. Dus dit gaan we een beetje verminderen. Maar goed, hè. We gaan even verder naar onze andere camera standpunten. En dan zien we dat we hier opnieuw een baksteen hebben. Dus eigenlijk wordt het vanaf nu een beetje herhalend proces. Je selecteert het materiaal en je gaat kijken, heeft dit bump nodig? In veel gevallen absoluut. Dus use albedo en dan stel je de bumpwaarde in, de roughness. Is het blinkend? Ja, dan nee. En wat is er, de lichtreflectie eigenlijk. Oké, klaar. Next. Dit is beton. Misschien een beetje licht, hè? Dan zou je het kunnen bijtunen door een andere grijswaarde op te zetten. Ik kan misschien nog iets donkerder. Bijvoorbeeld. Hè? En ook een... En het volgende onderdeel is glas. Dus vanaf dat moment glas in de SketchUp-naam staat, zou Inkscape hem moeten herkennen als een glas. En wat we hier kunnen aan of instellen is eigenlijk hetzelfde zoals we bij andere materialen hebben. Het verschil zit hem in vooral opacity. Nu, dat is ook een waarde die je in SketchUp zelf hier kan instellen. Maar het is ook handig dat je dit eigenlijk vooral in Inkscape zelf gaat instellen. Dus nu zou ik het glas eigenlijk veel transparanter maken, beter gezegd, dan het nu was. Je kan dan ook misschien zeggen, ja, maar ik heb liever blauwerig glas of het effect van blauw. Je kan ook frosted glas maken, maar dat is een betere manier om dat te doen, dat ik jullie zo dadelijk laat zien. En refractive, dus heeft eigenlijk alles te maken met eigenlijk lichtbreking. Nu, op zich heeft glas geen bump, maar als ik hier een textuur inlaat als iets betonachtig of zo, hè, ga je zien dat ik direct een soort van bubbly glas of ruw glas krijg. Dus op die manier kan je eigenlijk zeer realistisch glas gaan maken. Kroket. Maar die gaan we even niet gebruiken. Kan je gewoon het vuilbakje gebruiken en dan is het bump mag. Dan roughness, hè. In dit geval glas heeft zeer waarschijnlijk, als het gewoon glas is, weinig roughness. Maar ik kan dan wel gaan spelen met de specular, wat eigenlijk de reflectie van het licht is. En met metallic. Blijkt dus dat we dat op glas... Dus hier kunnen we het blijkbaar niet op toepassen. Maar dat zijn uiteindelijk de instellingen die we hier kunnen maken. En we gaan eigenlijk gewoon het rijtje af. Deze tegel is handig om inderdaad bump toe te voegen. En dan is de vraag, is deze tegel reflecterend? Ja, dan nee. We hebben de glasstijlen. Is dat blauw? Dat zou we perfect clear coat kunnen maken. Dus dan zie je de reflectie er eigenlijk op weer staan. En dan kan je iets zelf instellen. Roughness is minder. En de kans dat hier een ander materiaal op zit, yes, is ook groot. Even terug naar onze view. Dus je ziet dat de paal nu een totaal andere look krijgt.
Maar even checken wat het juiste materiaal is. Ah, het is hetzelfde als op ons stijl. Dus dat is een van de heel belangrijke dingen waar je altijd moet naar kijken. Hè. Ben ik zeker dat dat hetzelfde materiaal is. Hè. Misschien is het dezelfde kleur en het profiel is blinkender dan op deze paal. Moet je gewoon zorgen dat je twee verschillende materialen in SketchUp hebt. Dus ik ga hier nu toch wat reflectie afnemen. En dan is onze vraag eigenlijk, hè, is dit het beeld dat we willen? Ja, oké. Render, save frame, is dit het beeld? Yes. Tweede maal klik en dan doen we de definitieve render. En dan hebben we ons derde beeld. Overview. Dus dat is in principe, we hebben de meeste dingen aangepast. En dan zou de vraag kunnen zijn op het dak. Misschien vinden we dat wat licht. Dus dat zou inderdaad donkerder kunnen maken. Maar hè, wat doen we met de omgeving? Nu, misschien moeten we het beeld iets draaien. Dat we dit beeld hebben. Dus wat doe ik? Update in SketchUp op de scène. En dan hebben we onze achtergrond. Nu, dat is nu een beeld. Het is eigenlijk een panoramisch beeld, een 360 graden beeld dat gebruikt wordt. En dat kunnen we natuurlijk aanpassen in Atmosphere. Dus je ziet hier Horizon Forest. We kunnen het ook in de bergen zetten. We kunnen het Construction Site zetten. Urban omgeving. Witte blokjes. Dus we hebben Skybox. Dat is eigenlijk gewoon een 360 graden luchtbeeld. Maar je kan ook doen Clear. Op deze zicht lijkt er weinig veranderd. Toch is er iets veranderd. Want je kan nu eigenlijk je eigen wolkenlucht min of meer gaan creëren. Dus dat maakt het mogelijk om meer of minder wolkjes. En je ziet ook het effect op de belichting dat er dan gebeurt. Nu is het overcast. Helemaal bewolkt geeft natuurlijk een andere belichting dan dat er minder wolkjes zijn. Nu, deze skyboxes en deze achtergronden zijn eigenlijk gewoon 360 graden beelden. Nu, met deze achtergrond zien we natuurlijk dat het niet echt matcht. En de reden waarom is omdat we eigenlijk geen ondergrond en omgeving hebben getekend. Dus een van de dingen waar je altijd moet aan denken is, hoe ga ik mijn beelden maken? Wat zijn de zichten die ik ga maken? En hoe gaat dit zich weergeven in mijn model? Want als je geen omgeving wilt tekenen, betekent dat je dan shots moet gaan, camerastandpunten maken, die ervoor zorgen dat je geen omgeving ziet, of die inderdaad net zijn genomen alsof dit is dan, bij wijze van spreken, wel bruikbaar, want ja, de achtergrond, ça va. Nu, mijn grasvlakje hieronder zit nu iets te laag. Maar hoe meer details je in de omgeving gaat maken, hoe completer het beeld wordt en hoe realistischer en hoe mooier het wordt. Dus dat zijn dingetjes waar je moet aan denken. Nu, wat zijn nog dingen die we zouden kunnen doen naar achtergrond toe? Is bijvoorbeeld iets doen met bomen en planten. Dus we gaan naar Asset Library Vegetation. En hier gaan we op zoek naar, laten we zeggen, wat bomen. En als ik die natuurlijk hier in de achtergrond zet, dan gaan we, dus als je een achtergrond met bomen zou maken, en je zet er dan eigenlijk enkele gedetailleerdere bomen voor. En dat kunnen we dan met Enscape objecten doen in plaats van bomen in SketchUp. Want als je dat ooit al hebt gebruikt, dan weet je eens dat je wat veel bomen in SketchUp als 3D bomen zet, gedetailleerd, dat het snel fout / traag gaat in SketchUp. Maar het voordeel van deze Enscape bomen is dat zij proxies zijn, dus ik zet eigenlijk een zeer
laag gedetailleerd model in mijn SketchUp, wat weinig of zeer weinig invloed heeft op de performance, maar dat op deze manier natuurlijk bij mij wel het idee geeft, hey, er staan echte bomen in de omgeving, en dat dan de achtergrond een foto is, wordt dan minder, die staan op elkaar, dat is niet handig, wordt dan minder, het geeft dan een minder fake gegeven of fake beeld natuurlijk. Dus als we nu teruggaan naar deze beelden, dus zien we hier net achter in principe een boom staan en een paar bijplanten. Dus dat zijn dingen waar je soms een klein beetje moet in overdrijven om het plaatje mooier en beter te krijgen. Dus ik zou zeggen, experimenteer hiermee. Onthoud, hè, eerst het SketchUp model mooi en goed hebben. Zoveel mogelijk details zichtbaar in tekenen. Volgende stap is uiteindelijk je materialen aanpassen. En dan gaan kijken naar hoe moet ik mijn omgeving voorstellen. Ik begrijp dat het dikwijls is met zo min mogelijk input, want het moet snel gaan. Maar ja, die stap soms overslagen of beperken leidt ertoe dat je render misschien net niet zo mooi en natuurlijk is. Dus omgeving is uiteindelijk ook altijd belangrijk. Maar onthoud, met deze drie video's kan je je eerste stappen zetten. Als het echt de eerste keer is dat je met render aan de slag gaat, als het resultaat nog niet echt is wat je bij mij zaagt, maar bij mij ziet, no panic. Het is puur proberen en zien wat er gebeurt. Renderen is echt zien wat er gebeurt en kijken wat is niet oké en dat dan proberen aan te passen. Het is eigenlijk de workflow in renderen. En oefening baart kunst en mensen die dit natuurlijk dagelijks doen, dus echte 3D-artists, die hebben ook maanden bij wijze van spreken moeten oefenen om echt fotorealistische beelden te krijgen. Dus net als met SketchUp, renderen is net hetzelfde. Oefenen is het enige wat je echt moet doen om als je dit onder de knie wil krijgen.